Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Er bereiken mij zeer zorgwekkende signalen van ouders die in alle staten zijn omdat hun kind zich stiekem heeft laten vaccineren. Dus zonder dat de ouders daar toestemming voor hebben gegeven. En ook zonder dat die kinderen naar de stellige overtuiging van die ouders ook maar het flauwste benul hebben van wat zij in hun gezonde lichaam laten injecteren. Het gaat altijd puur en alleen om weer naar McDonald's te kunnen of op schoolreis te kunnen. En even los van alle morele, ethische en medische bezwaren tegen het vaccineren van kinderen, is er ook een juridisch bezwaar. Op grond van de wet is het namelijk verboden om kinderen van 12, 13, 14 of 15 te laten vaccineren zonder dat de ouders daar toestemming voor hebben gegeven. En slechts bij wijze van hoge uitzondering kan er zonder toestemming worden gevaccineerd als het kind dat zelf wel overwogen blijft wensen. Mijn vraag aan de demissionair minister is, hoe wordt op dit moment, als een kind zich zonder ouders meldt bij een priklocatie, gecontroleerd of dat kind wel toestemming heeft? En zo nee, of dat kind in staat kan worden geacht om over zoiets complex als dit zelf een weloverwogen afweging te maken? De minister. In beginsel, en zo zit de regelgeving in elkaar, in beginsel is er onder de 16 sprake van consensus. Dan wordt ervan uitgegaan dat je als kind en als ouders hetzelfde beslist en dat je dat ook in gezamenlijkheid beslist. Vanaf 16 is het je eigen beslissing als het gaat over een dergelijke medische handeling. Nou is er een aantal gevallen bekend inderdaad en er heeft zelfs een rechter al een uitspraak over gedaan van een kind dat onder de 16 was en zelf wilde tegen de wil van zijn vader in. Dat was in dit geval was het een jongen uit een gescheiden gezinssituatie en die wilde zich graag laten vaccineren tegen de wens van zijn vader in. Zijn vader is daarover een rechtszaak gestart en de rechter heeft uitgesproken dat de huidige wet zo moet worden uitgelegd dat consent natuurlijk absoluut de voorkeur heeft, maar dat het aan het einde van de dag ook wel een kind zelf kan zijn om te zeggen, ja, maar ik wil me toch laten beschermen. En dus maak ik toch zelf die keuze. Dat kan. Zo zit de wetgeving juist in elkaar. Heer Van Meijeren. Dat klopt. Ik ben bekend met deze wetgeving, ook met de jurisprudentie die de demissionair minister aanhaalt. Maar mijn vraag is, hoe wordt op dit moment, als een kind zonder ouders zich meldt bij een priklocatie, gecontroleerd of dat kind toestemming heeft en zo nee, of dat kind in staat kan worden geacht om zelf een weloverwogen beslissing te nemen? De minister. Ja, dat is aan degene op die priklocatie om die vraag te stellen. Om dat gesprek ook met jongeren te hebben, dat gebeurt ook. Maar aan het einde van de dag zijn het wel jongeren zelf die ook zelf die keuze mogen maken. Heer Van Meijeren. Nou, mij bereiken de signalen dat helemaal niet gecontroleerd wordt en dat helemaal geen gesprek gevoerd wordt. Dat gewoon gezegd wordt van harte welkom, ga maar zitten, stroop je mouw maar omhoog. En aan het einde van de rit, als het kind zelf wel overwogen besluit dat hij dat vaccin blijft wensen, dan is dat inderdaad op grond van de wet aan dat kind. Maar dan moet natuurlijk wel gecontroleerd worden of dat kind een weloverwogen beslissing neemt. Kan de minister garanderen dat dat op dit moment gecontroleerd wordt en uitsluiten dat er kinderen zonder toestemming van de ouders, die geen benul hebben waarvoor ze zich laten injecteren, toch die injectie krijgen toegediend? De minister. Nou, wat ik zojuist zeg is wat de juridische praktijk is. En wat ik u schets is ook wat de uitvoeringspraktijk is. Ja. Ja, de heer Van Meijeren. Nou, voorzitter, ik heb hele andere signalen. Ik zou daarom de minister willen verzoeken om toe te zeggen dat hij nog een keer goed gaat controleren of de wet op dit moment wel wordt nageleefd. Want de informatie die ik heb, en ik heb hier aantoonbaar bewijs van waar ik nog op een later moment mee zal komen, worden er op dit moment kinderen van zelfs 12 jaar oud, waarvan bekend is bij de desbetreffende GGD-medewerker dat ze geen toestemming hebben, waarvan bekend is dat ze geen idee hebben wat ze in hun lichaam laten injecteren, dat die injectie toch wordt toegediend. Dat is zeer zorgwekkend. Het gaat hier over de gezondheid van kinderen. En daarom wil ik de minister verzoeken om deze toezegging hier vanavond te doen en hier zo spoedig mogelijk de Kamer over te informeren. De minister. En wat u juist beschrijft, kan natuurlijk ook. Dus het kan ook zijn dat inderdaad een 12-plusser, een 12 tot 16-jarige, zelf naar die prikstraat gaat en toch die prik laat halen. Ook al is zijn vader of zijn moeder het er niet mee eens. Dat kan dus ook. En daarmee dus veronderstellen dat
niet zou kunnen, omdat hij zelf geen idee heeft wat hij aan het doen is. Ik denk dat ik zo niet naar 12-jarigen zou willen kijken, of 13-jarigen, of 14-jarigen, of 15-jarigen. Ik heb er zelf een paar thuis in die leeftijdsgroep, die weten vrij goed wat ze willen en wat ze van plan zijn. En dat is maar goed ook. En dat geldt voor heel veel pubers. Liever heb je consent, maar als er geen sprake is van consent, dan mag een kind deze keuze maken. Omdat ook daar geldt de integriteit van het eigen lichaam voorop staat. Die grondrechtelijke afweging, en die kan boven het ouderlijk gezag gaan. Ja, dat is de afweging die de wetgever al heeft gemaakt voor ons. Onze voorgangers hebben dat voor ons gedaan. Maar ik zou eigenlijk een andere toezegging willen doen aan de heer Van Meijer. Als u hier inderdaad een concreet voorbeeld van heeft, hè, dat de uitvoeringspraktijk niet in overeenstemming is met wat ik zojuist schets, met de juridische praxis zoals die hoort te gaan, en ook met de uitvoeringspraktijk zoals ik die ken. Dan ben ik eigenlijk heel benieuwd naar dat voorbeeld. En u hoeft ze niet allemaal, u zegt ik heb meerdere signalen, geef me één signaal. En dan ga ik vragen aan de inspectie of ze dat signalen zouden willen nalopen. En dan ga ik ook aan de heer Van Meijeren vragen, stel nou eens dat dat toch een beetje anders in de werkelijkheid in elkaar blijkt te zitten dan u zojuist schetst. Om dan ook opnieuw onder de ogen te zien van, hey, is het eigenlijk niet op een hele goede manier verlopen? Is het eigenlijk niet heel mooi dat we jongeren ook wel echt zelf de grip geven op artikel 11 van de grondwet, namelijk de integriteit van hun eigen lichaam? Heer Van Meijeren. Ja, de demissionair minister spreekt zichzelf tegen. Want eerst gaf hij aan dat als een kind van 12, 13, 14 of 15 op een locatie komt, dat dan wel wordt gecontroleerd of er toestemming is en dat er een gesprek gevoerd wordt. Mm-hmm. Dat zou de uitvoeringspraktijk zijn. Mm-hmm. De situatie die ik schets, is dat een kind zich meldt op een locatie en dat überhaupt niet gecontroleerd wordt of het kind toestemming heeft. En toch zijn mouw maar laat opstropen zonder dat hij enig idee heeft waar dat vaccin nu precies voor bedoeld is en wat de medische risico's zijn. En mijn vraag is of de minister dat kan uitsluiten. En dan geeft hij vervolgens aan, nee, wat de heer Van Meijeren schetst, dat kan in de praktijk inderdaad voorkomen. Maar ik schets een hele andere situatie dan die uitvoeringspraktijk die de demissionair minister beschrijft. De minister. Ja, kijk, dat een kind zelf die keuze maakt en dat ook wel eens kan zijn contrekeur thuis, dus tegen de wil van zijn ouders in, dat kan, dat is mogelijk. Wat niet mogelijk hoort te zijn, is dat gesprek daarover niet wordt gevoerd. En wat de heer Van Meijeren aanneemt, maar waar ik het niet mee eens ben, is dat zo'n tiener niet voldoende zou kunnen overzien wat de effectiviteit is van een vaccin en waarom hij dat graag zou willen. Dat ben ik niet met hem eens. En ik denk dat de heer Van Meijeren dat ook niet kan beoordelen voor tieners en ook niet zelf kan invullen. Die zijn heel erg goed in staat om dit soort afwegingen juist te maken. Wat je wilt is dat er sprake is van consent. Maar ook bij het ontbreken van consent kan die prik worden gezet als het kind dat zelf wil. En het is goed als daar eerst een gesprek over plaatsvindt voordat die prik ook daadwerkelijk wordt gezet. Volgens mij doet de minister een toezegging om een casus van u te bestuderen en daarop terug te komen. De heer Van Meijeren. Ja, toch nog wel even een belangrijk punt. De minister heeft het over een keuze die een kind zelf wel overwogen kan maken. Mm-hmm. Dan is het natuurlijk wel essentieel dat een kind fatsoenlijk wordt voorgelicht. In de brief die kinderen op dit moment ontvangen staan feitelijke onjuistheden, namelijk dat een vaccin veilig is, dat er geen ernstige bijwerkingen zijn, terwijl de waarheid is dat er überhaupt niet is onderzocht of er lange termijn bijwerkingen zijn. En daarnaast wordt dat keuzeargument natuurlijk wel heel ingewikkeld als je kinderen eerst al hun vrijheden afpakt. Ze mogen niet meer naar McDonald's, ze mogen niet meer mee op schoolreisje. En vervolgens ervan uitgaat dat zij zelf een weloverwogen beslissing nemen over de vraag of zij wel of niet die injectie willen. Ja. En nog even één laatste ding. Ik heb überhaupt niet gezegd dat geen enkel kind van 12 tot 16 wel zelf zo'n weloverwogen keuze kan maken. Maar ik heb het over kinderen die dat niet kunnen. Dus erkent de minister dat er ook kinderen zijn die niet in staat kunnen worden geacht om zelf die wel overwogen beslissing te nemen? En erkent de minister dat van een daadwerkelijke keuze geen sprake is als kinderen emotioneel gechanteerd worden dat ze niet meer mee mogen op schoolreisje als ze zich niet laten injecteren? Dank u wel, de minister. Nou, een paar dingen. Kijk, dat u zegt dat er in de uitnodiging onwaarheden zou staan, is natuurlijk gewoon apert onjuist. Dat is gewoon onzin. Er wordt gewoon verwezen naar de stand van de wetenschap. En de stand van de wetenschap is dat vaccins veilig en effectief zijn. Er zijn miljarden vaccins wereldwijd toegediend. De bijwerkingen worden goed bijgehouden. Dus daar hebben we juist heel goed zicht op. Het tweede is, jazeker, daarom moet een gesprek ook plaatsvinden. Het kan zijn inderdaad dat jongeren niet in staat moeten worden geacht om dat vaccin te nemen. Een aantal jongeren, daar zal dat inderdaad voor gelden. Althans, dat ze niet in staat moeten worden geacht om te kunnen overzien
Of ze wel of niet een weloverwogen keuze maken. Dus daar moet je je van vergewissen als zorgverlener. En daarom is dat gesprek ook noodzakelijk. Dus daarom ben ik ook benieuwd naar de casus die de heer Van Meijeren aanreikt. Vinden we met elkaar dat jongeren die keuze ook moeten maken? Ja, de wetgever heeft dat voor ons besloten. Dus onze voorgangers. En ik denk ook dat het passend is bij artikel 11 van de grondwet. Want als je een andere mening zou zijn toegedaan, namelijk jongeren kunnen dat helemaal niet overzien en dat mag alleen maar naar toestemming van ouders, dan zou dat dus eigenlijk betekenen dat de mate waarin ouders bereid zijn om toestemming te geven bepalend is ten aanzien van de uitoefening van het 11e lid van de grondwet. En dat is ook een gekke situatie natuurlijk. Dus dat kan ook nooit het standpunt zijn. Ik wil nu aan de minister vragen om zijn... U bent door uw interrupties ook heen. Nee, u heeft ook nog een tweede termijn. Nee, dit was uw zesde. You made.